Alsof het mij nog boeit. Ik zeg toch al, hè, jullie hebben gewoon gewonnen. Ja, maar wel benieuwd wat er morgen gaat gebeuren. Vandaag, ja. Zal het veld volstaan, ja of nee? Ik denk het wel. Eerlijk gezegd, als ik logisch ga nadenken, sta ik er niet van te kijken dat het hele veld vol zal staan. En dat is niet in de gaten hebben dat al dat geld gewoon naar het laadje toe gaat. Want ja, wie vertrouw je nou? Ha? Je beste vriend kijkt met je mee. Zijn video, die staat er ook nog ergens op. Ja, over Terry Baudet. Nou, dat zei al genoeg. Daar hoor je dat Terry inderdaad een totaal ander iets durft uit te spreken over boeren. Ik weet niet of de verbinding wegvalt. Ja, ik bel met 1 minuut terug. Ik hoor, u merkt dat ik u niet meer hoor. Wat moet ik je godsend zeggen over die kutboer? Wat moet ik je godsend zeggen over die kutboer? Over die kutboer. Nou, dat is gewoon 100% Terry's stem. Dat is geen geintje wat ze daar laten zien. Dat is gewoon ook de keiharde reality. En dat hele zaakje erbij hoort, ja, dat... Ja, dan heb ik het over je beste vriend en Terry. Dat is ook gewoon een popkastvel. Dan heb je Gideon van Meijeren. Oh ja, ging die morgen ook spreken? Zat die ook op het geval erbij? Want ja, daar kijk ik nog steeds naar. Ik heb echt zoiets van, waarom luisteren mensen niet? Dat is eigenlijk het enige waar ik mij gewoon voor op kan vreten. Het roept...